zondag kunt u hier op de Heijsel niet alleen naar Megavino, maar in Paleis 6 kunt u ook naar Mobicar, een beurs over mobilhomes en caravans. De afgelopen jaren is die sector sterk gestegen door de crisis. En wie denkt dat enkel budgettoeristen gebruik maken van mobilhomes en caravans, die vergist zich. Mobicar, wat is dat eigenlijk? Dat is de beurs waar je het beste, het nieuwste vindt van caravans, van mobilhomes en staakcaravans. Dus de allerlaatste nieuwe modellen zijn hier tentoongesteld. In de wereld van caravans en mobilhomes zijn er eigenlijk ook trends in? Ja, duurzaamheid meer en meer, energie meer en meer. Je ziet nu overal LED-verlichting komen. De meeste handelaars van caravans geven ook als dienst aan om de caravan daar te kunnen laten staan tijdens het jaar. Dus u hoeft niet per se in Brussel een grote garage of plaats te hebben waar u die caravan kwijt kan. Ongeveer 35.000 kampeerliefhebbers zullen deze week afzakken naar de Heijsel op zoek naar het perfecte mobiele huis voor een vakantie. Want iedereen met een beetje inzicht weet dat de zoektocht naar een caravan of mobilhome geen evidente zaak is. Wij zijn kampeerders en wij interesseren ons wel in mobilhomes en campers. Hebben jullie er nu al eentje? We hebben er één, ja. Maar kom eens rondzien om nieuwe ideetjes op te pikken. Hè. En waar let je dan op als je een mobilhome zoekt? Vooral naar de indeling, hoe dat hem ingedeeld is, waar het aan douche staat, toilet staat en zo. Zodanig dat alles praktisch is, dat je niet moet, als je naar de wc gaat, dat iedereen nog door kan en dat je deftig naar je bed kunt en van die dingen, hè, daar kijken we naar. En heb je al iets gezien wat je interessant lijkt? Maar deze hier, dat vind ik al wel, ja. Dat is de moeite wel. Dat die wc en de douche afgeschermd wordt. Dat is wel fantastisch. Mijn man, je kijkt vooral naar de motor, naar de auto en hoe sterk dat die is, wat dat we kunnen meenemen ook, hoe groot dat de koffer is. En voor mij is een inbouwde keuken het belangrijkste. Wij trekken regelmatig voor meerdere weken weg en dan moet ik zelf koken. Dus ik moet zien dat ik een degelijke grote keuken heb. Dat ik zeker twee grote pannen op mijn vuur kan zetten met minstens drie bekken. En een groot vergiet, dus dat ik een afwas kan doen. Dus een ijskast, een vriezer, een oven erbij, alles erop en eraan. Welke deze hier? Nee, en die andere. Ik ben ooit een paar keer op hotel geweest, maar ik kan er met een draaien vinden. Je zit vast op één plaats, je moet daar gaan eten waar dat je in je hotel zit. En ik wil nog altijd mijn eigen eten klaarmaken. En gaan staan waar dat ik zelf wil. En als ik het ergens moe ben, dan wil ik verder trekken. Dan hang ik niet vast. Een goedkope caravan kan vanaf 10.000 euro. De gemiddelde prijs voor een mobilhome ligt rond de 50.000 euro. Maar wie denkt dat kamperen er enkel is voor budgettoeristen, heeft het mis. Pronkstuk van Mobicar is dit gevaarte met een prijskaartje van 314.000 euro. Dat is een rijdende villa voor twee personen meestal. Je hebt dan ook een parkeerplaats voor uw wagen in de mobilhome. Het is echt een zeer luxueus ding. Het is ook je hebt er een C-rijbewijs voor nodig. Het zijn zeer grote en zeer luxueuze rijdende huizen eigenlijk. Mobicar loopt nog tot 20 oktober. Een man.